Hallo en welkom terug bij Pulse Model Train Stuff. Vandaag een boel nieuwe treinen die binnen zijn gekomen. Laat ik hier een beetje opruimen. Zoals gebruikelijk is het hier ook weer een rommeltje. Ik lag afgelopen vrijdag op het strand en donderdag ook en woensdag ook. Dus ik had geen tijd om een aflevering te maken vorige week. Deze week gaat hij ook een beetje kort zijn. Ik hoop straks later weer wat uitgebreider aflevering te maken. Vandaag dus een soort van nieuw delivery. Ik heb, even kijken. In het verleden heb ik al een keer laten zien dat ik Roco treinen had van de NS van de lease treinen. Dat zijn niet deze, die staan hier ergens anders. Die treinen die heb ik ooit gekregen bij een afscheid van een bedrijf. En sindsdien ben ik een beetje aan het kijken naar of ik er nog wat meer kan bemachtigen. Ik heb dan ook een LS Models, die ligt ook moeilijk erbij gekocht samen met nog een paar extra tijdelijke. En nu kwam ik deze set tegen. Het is deze losse en twee in de verpakking. En deze is. Deze twee zijn hetzelfde. Dus deze verpakking gaat alvast opzij. Het zijn de K-treinen, de korte termijn. Ze zijn voor iemand die wel eens in de trein heeft gezeten in de jaren 2005, 2010. Tussen Venlo en Den Haag. Die kent ze goed. Bolle kop. En aan de binnenkant coupés met elke keer 6 stoelen erin. En deze, als je dus de rubbers zeg maar eraf haalt voor de koppeling, dan kun je hem. Als ik de goede eraf heb gehaald, ik haal ze wel aan allebei de kanten af. Zo. Oh, ik had toch de goede. Kun je hem zo openschuiven? En hierin zit, even kijken, licht. Ja. De blauwe stoeltjes, 6 stuks. En die zat daarin tegenover elkaar. Ik vond dat altijd heel lekkere treinen om in te zitten. Omdat die ook zo ongelooflijk lang waren. En in Eindhoven in ieder geval niemand achterin in wilde stappen. Dus dan had je een lekkere 6 zits voor jezelf. En omdat ik dus veel met die treinen gereisd heb, ben ik ook erg blij met dat ik deze nu heb. De rubbertjes, de deurrubbers zeg maar, zit een klein plateautje in. En als je die goed in elkaar zet en rustig weer opzet. Zo. Dan kijken. Hoppa. Hier zit een klein plateautje en dan de laatste wagon hoort hier omhoog te staan. Zo, en bij de rest hoort hij als overloop te liggen. Deze zitten al stroompickups op voor de wielen. Oh, die gaat niet goed. Komen een, door de onderplaat heen komen, er zitten twee gaten tussen de stoelen in. En die daar lopen helaas geen kabels doorheen. Die zou je dus nog aan kunnen sluiten voor binnenverlichting of voor achterverlichting. Zoals ook bij eentje hebben gedaan die ik hier ook heb staan. Daar zit zelfs een complete decoder in. Deze gaat de verkoop in. Omdat ik deze dus dubbel heb nu. En degene in de doos die wil ik graag houden. Verder een mooi ding. Moet een keer schoongemaakt worden. Dat is alles. Dit is dus ook een tweede klas treinstijl. Net andere nummer, zodat je een lekker gevarieerd setje op de baan hebt. Aan de binnenkant hetzelfde, ook de 6 de 6 stoelen per coupé. Het grappige was als je sleuteltje 13 had, dat je ook de achterdeur kon open doen of dicht doen. Het open doen was natuurlijk leuk bij de laatste, levensgevaarlijk. Of dicht doen, zodat je een heel treinstel voor jezelf had. Dat was uiteindelijk gewoon vanzelf een machinist die ze opendeed, maar dat kon even duren. En dat voorkwam in ieder geval dat mensen door de trein heen doorliepen naar waar je zat. Dat was ontzettend leuk. Dus dat zijn deze.
is ook nog binnengekomen. Even kijken waar ik deze neer ga zetten. Zo. In dezelfde categorie. Reed er in tussen 2000 en 2003 Belgische treinstellen. En ik vond ze altijd een beetje lijken op een vliegtuig. Als die dingen afremden, dan hobbelde en schudde en alles was een hels kabaal. En uiteindelijk, als het dan stil stond, dan stonk alles naar rubber. Deze zijn dus LS models. Ik had er dus al eentje, die bleek achteraf in de verkeerde doos te zitten. Ik weet nu dus ook welke doos dat had moeten zijn. Ook daar gaan er een paar van weg, omdat ik wat dubbele heb. Het mooie van deze treinstellen is dat het zijn LS-models. Ze zijn over het algemeen redelijk gedetailleerd. En van niet veel voorkomende series. Dus deze specifieke Belgische treinstellen, die hebben dus 3 jaar hier gereden. Wel NS-logo erop. Maar vervolgens er is er niets aan gedaan. Het waren echt nog oude Belgische. Ik heb dus een paar tweede klassen, een paar eerste klassers. Ik heb nog niet de neiging gehad om deze open te maken. Misschien toch eens kijken of dat kan. Ik vind ze wel... Ja, ik rijd deze als ik ze rijd. Dat is natuurlijk maar zelden, aangezien ik niet echt een baan heb om mee te rijden. Dan rijd ik ze in combinatie met mijn 1700 locomotief. De meest vreemde combinaties, omdat dat in die tijd dus ook gebeurde. Je had de meest bijzondere combinaties van en normaal IC-reiziger, ICR-materiaal, ICL's, de Lease, dat zijn de andere die ik heb liggen, de ICK's die hier staan. En dan nog deze Belgische rommel doorheen. Dat waren kleurrijke treinsets. En in de meeste modelbanen zie je die dus ook niet rijden. Dus ik vind het leuk om dit helemaal, compleet, dat is misschien niet het woord, maar in ieder geval dit allemaal bij elkaar te hebben. Nou weet ik dus niet meer welke doos bij welke worden. Dat moet ik daar ook weer even uitzoeken. Ik denk zo. Dit zijn de... Ja. Voorbereiding. Want... Wait, there's more. Heeft in feite meerdere. Deze zijn van Harris. Deze van LS Models, maar het is een samenwerking die ze hebben gedaan. Dit zijn in feite redelijk dezelfde treinstellen, maar dan met andere nummers, andere rijtuignummers. Ook weer de Belgische. Ook nog vaak met de losse onderdelen die ik er nog ergens op moet zetten voor de... Ik denk dat dit de reling... Nee, dit is niet de reling. Waarschijnlijk op de wielen. Ja, het is redelijk... je komt ze niet vaak tegen, je ziet ze niet vaak rijden. Ik vind ze erg grappig. Dus het is een beetje... Wat is er nieuw binnen? En kan ik binnenkort eens een leuke lange trein mee gaan maken. Ik ben heel benieuwd hoeveel die rook over mij kan trekken. Want ik denk dat als ik hem dit allemaal zo laat trekken, dat hij leuk gaat voor het rechtdoor, maar met de eerste bocht gewoon ophoudt. Maar wat hebben we dan? 2, 4, 6, 8, 10, 11 treinstellen. Dat is niet eens realistisch. Dus dat betekent dat ik een nieuwe 1800 is dit. Dus ik moet eigenlijk nog een 1700 erbij hebben. Weer eentje voor op het wensenlijstje. Ik hoop dat je dit een leuke aflevering vond. Ik ben hier heel blij mee. Er gaan er hiervan wel een paar in de verkoop. 2 stuks. In ieder geval op korte termijn. En de volgende aflevering ga ik... die koploper moet ik nog steeds afronden. Ik heb nog steeds een opgeblazen decoder van mijn
Lima Benelux trein. Ik heb mijn hondenkop treinen nog liggen waar ik iets mee wil. En ik wil beginnen aan mijn... waar is die? Oh, die ligt hier helemaal bovenin. Is dit hem? Oh. Ja, is dat nog te zien? Ja, mijn TGV project. Om daar dus twee powered motors, motorwagens van te maken. Oh, en er is er ook nog eentje onderweg. De, waar ligt die? Fleischmann 4470. Ik heb hier een beschadigde, maar wel met motorwagen. En er komt nog een beschadigde bij die intern niet compleet is, maar aan de buitenkant helemaal goed. Daar ga ik ook een versie van maken met twee motorwagens, zodat die lekker hard kan. Dan kan die beschadigde er als dummy erachteraan rijden eventueel. Nu alleen nog maar tijd om dit allemaal te doen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Ik ben alvast een beetje aan het opruimen. En ja. Houdoe.